Sengun, wat is daar momenteel gaande in Turkije? Ja, is een rampgebied. En ja, reddingacties zoals wij kunnen volgen, zijn ze druk mee bezig. Is een heel grote omgeving. En wat wij het, direct van het nieuws horen, is het zo'n 14 miljoen bij betrokken die het, dat meemaken. Wij leven met hun mee. Ja, en vanuit Almelo worden er ook acties ondernomen? Ja, inzamelacties. Daar zijn we met de verenigingen, stichtingen in Almelo mee bezig. Om dat te coördineren en te bewerkstelligen. We zijn bezig, ja. Wat ik begrepen heb, gaat dat vandaag nog naar Turkije? Een grote vrachtwagen met spullen? Ja, van Jan Steenstraat. Dat was inzamelpunt. Daar hebben ze konden ze tot vandaag 12 uur goederen daarin brengen. En dan die wordt dan verstuurd naar Dinges namens de platform Almelo. Ja, en ja, heel vervelend, maar zijn er ook binnen de Almeloze gemeenschap veel mensen die een familielid verloren hebben? Ja, er zijn wel wat families die daar niet kunnen bereiken, hun families niet kunnen bereiken. En ik weet het, een paar families die het nog hoop hebben dat ze het leven onder de pijn kunnen gered worden. Ja, want het contact met Turkije, is dat moeizaam? Ja, op dat gebied wel, ja. Daar wel. Rampgebied is het moeilijk te bereiken. Ik heb nog onze vorige imam gebeld. Toevallig kon ik hem net nog bereiken. Hij zegt, ja, het is een heel grote ramp hier. Twee keer achter elkaar. Dat is nog nooit meegemaakt, zei hij. We kunnen het zelf ook nog helemaal niet goed overzien. Nee. Want het gaat een heel wijde omgeving, een heel grote omgeving. Waar zo'n 14 miljoen mensen wonen. En als mensen, als Almeloers, een steentje willen bijdragen, hoe kunnen ze dat doen? Goederen inzamelen loopt er vandaag om 12 uur af. En ze kunnen ons doneren. En die gaan wij samen in coördinatie van ESN Nederland. Zorgen wij dat die terechtkomt in Turkije. Voor die mensen die het nodig hebben.